Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht van 18 augustus. Zoals jullie zien ben ik weer naar de kapper geweest. Het is iets donkerder nu. Ja, zo nu en dan moet het toch een beetje anders. Het is vandaag een 68-14-5 dag. Dat betekent dat er best wel heel veel energie kan heersen. En niet de energie vanuit de Schumann, maar heen en weer energie. Dat je naar de winkel bent geweest en iets vergeten bent en daarna erachter komt dat je toch nog even weer weg moet. De balans zoeken is heel belangrijk. We zitten nog even in de 60-cyclus. De balans zoeken in gezin, huis en samenleving. Ik zal ook de balanskrachtoefening zal ik aan dit filmpje koppelen. Dan kunnen jullie daarop klikken. En dat is ook heel leuk om met kinderen te doen. Ik heb orakelkaarten. Zodat we weer een leuke boodschap voor vandaag hebben. En vandaag is het deze kaart. Lumeria kaart 9 voltooiing. En dat is uit het Lumeria orakelkaarten set. Neem vandaag de tijd om zaken af te maken. Berg je administratie op. Maak de rest van je huis schoon. Doe je regelzaken. Alle kleine zaken die nog even af moesten. Maar waar je nog geen tijd voor had, zijn nu aan de beurt. Als je dit klaar hebt, zal je voelen dat het je rust en voldoening geeft. Dat is handig dat ik dat zeg. Want ik maak deze filmpjes op woensdag 17 augustus. En ik heb inderdaad een aantal van die regelzaken die ik moet afmaken. Maar ja, wat moet is? Prioriteiten stellen. Aardsengel Metatron helpt jullie erbij om prioriteiten te stellen. Dus zorg daar vandaag ook goed voor. Aardsengel Metatron, reinig mijn chakras. En help mij orde op zaken te stellen. Nou, dan kan het best zijn dat een afspraak bijvoorbeeld afbelt. Of dat je juist wel ergens terecht kan om iets af te maken. Zo werkt het nou één keer. Ik ga jullie een hele mooie dag wensen. Tot morgen.